Welkom, stelletje kutfeuten! Bijna is het zover, dan komt het tweede seizoen van de BNN-serie Feuten uit. Feuten gaat over de geheimzinnige wereld achter het studentenkoor. Hoofdpersonages Manuel Broekman en Hanna Verboom praten ons even bij. Ja, ik speel het slagerszoon die naar de grote stad komt om student te worden. En echt heel bleu erin stapt en met veel ambitie en met veel dromen, met veel fantasie. En er ontstaat echt een zwaar probleem bij de ontgroening, want er gaat een jongen dood. En ik weet er meer vanaf. En ik kom erachter dat mijn beste vriend, die ik daar heb leren kennen, het gedaan heeft. Eigenlijk waar we in het eerste seizoen eindigen, gaan we het tweede seizoen door. En dan nog een stuk heftiger, spannender, intenser, volwassener misschien ook wel, rauwer. Volgens mij wordt het echt een heerlijk seizoen. Het is een beetje Griekse tragedies in een modern jasje. Er gebeurt van alles. Heel veel drama en heftige verhaallijnen. En dat is gewoon ook precies wat feuten is. Heel rauw en echt. En een beetje close to the bone. Voor het tweede seizoen van de serie is acteur Egbert Jan Weber in het leven geroepen om journalist Jurg te spelen. Wij vroegen de acteurs naar het tweede seizoen, het koor en natuurlijk de koormeisjes. Ik speel Jurg van Ginkel. En Jurg van Ginkel is een journalist, een opportunistische gast die denkt snel carrière te maken bij de krant waar hij werkt. En hij krijgt er lucht van dat een prins, dus iemand van het koningshuis, bij het koor wil. Maar het gekke aan die prins is, die is altijd uit de media gehaald en hij wil uitzoeken waarom. En dat loopt volledig uit de hand. Het is een hele leuke verhaallijn. Ja, het koor, kijk, het koor is een subwereldje. We hebben heel veel verschillende subwereldjes, het koor is er één van. En binnen elk subwereldje heb je hele leuke mensen en je hebt hele vervelende mensen. En wat we met feuten doen is, we pakken het allerergste en dat vergroten we uit en daar maken we serie van, want dat is drama. Maar het koor in real life is volgens mij gewoon ook heel gezellig en leuk om vrienden te leren kennen. Ik heb een paar vrienden die bij het koor zitten. Het zijn allemaal hele leuke, lieve, creatieve mensen. Nou, mijn mening over koormeisjes zijn dat ze heel erg schor zijn vaak, omdat ze heel veel schreeuwen. En heel knap zijn ook. Soms misschien iets te veel bier drinken, maar ja, dat hoort erbij. Het tweede seizoen van Feuten is vanaf 30 januari te bekijken op Nederland 3.